meneer Rosenthal, we zijn weer terug. Er gaat geformeerd worden. U heeft een ervaring met dat geweldige kabinet CDA, VVD en dan een beetje PVV. Er zijn nu twee verkenners benoemd. Ja. Hoe gaat dit proces zich voltrekken? Formeren is faseren. Er komen partijen komen aan tafel. Sommigen trekken zich dan weer terug. Die komen dan weer terug aan de tafel. Het is een meanderen van... Oké, maar neem ons even mee in het hoofd van de twee spelbepalers. Kaag, Rutte hebben hun verkenners het veld ingestuurd als een militaire operatie. Wat zou het strategospelletje zijn wat u zou spelen nu? Ik denk dat het erom gaat om te kijken in eerste instantie of wat we eerder ook noemden het motorblok, inderdaad het motorblok zal blijken te zijn. Nee. Ja. En dat is dus VVD, D66 nu en het CDA. Toch ook het CDA. Als het CDA wil, we horen het van Siewert, doe het niet. Ja, nou laten we dat maar toch eens even oppakken. Waarom CDA? Omdat het CDA behoort bij die waar we het eerder over hadden, over dat brede midden. Ik wil niet of het goed of fout politiek is. Ik wil de strategie hoe je het aanpakt, want er moet een kabinet komen voor de zomer. Dat is dus dat. Dan heb je in elk geval net geen 75 zetels. Ja. Dus er moet wat bij. En dat wordt dan natuurlijk de klus. Daar gaat het zo. En dat gaat over links. Laat een optietje, wat kunnen we doen? Volt. Gezicht van de jonge generatie, een beetje de jeugdafdeling van D66. Ik kan mij voorstellen dat dat in de hoofden van in elk geval Rutte en Kaag rondzinkt. Ik kan me ook voorstellen iets anders. Simpelweg voorstelbaar dat je toch richting links moet. Volgens en dus terechtkomt bij bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Ja. Laten we heel